Goedendag, mijn naam is Oos Aard. We kijken naar massabegrippen, zoals ton, kilogram, hectogram, decagram, gram, decigram, centigram, milligram. Massa is geen gewicht, en we spreken over massa hier. Nu, de basis van massa is kilogram. Dit is een voorbeeld van een kilogram suiker hier in het geval. Ja. Dus dit is 1, we doen dit als 1 kilogram. 1 kg, dus 1 kilogram wordt afgekort als kg. Ja. Nu, als je 1 kilogram hebt, ja, kun je delen door 10, ja, dan krijg je 1 hectogram. 1 tiende van een kilogram, ja, wordt 1 hectogram. Ja, dat wordt dus 1 hectogram. Ja, je kunt daarna nog eens 1 tiende nemen van een kilogram. Ja, die pakken steeds kleiner maken. 1 tiende van 1 hectogram. Ja, krijg je 1 decagram. Ja, en daarna kun je nog eens 1 tiende van een decagram nemen. Ja, dit is hectogram, dit is decagram. Ja, kun je nog eens 1 tiende nemen van een decagram, dan krijg je een gram. Dus dat is 1 gram. Ja, dus je hebt 1 gram, decagram, hectogram, kilogram. Ja, nu wat blijkt nu? Dat 1 gram natuurlijk is 1 gram. Ja, 1 decagram is dan 10 gram. 1 kilogram is dan 100 gram. En 1 kilogram is dan 1000 gram. Ja, dus je hebt 1, 10, 100, 1000. Ja, voor kilogram 1000, 1 gram gram. Nu, een gram kun je nog verder verdelen. 1 gram kun je 10 keer kleiner maken. Ja, dus deel door 10, dan krijg je 1 decigram. Dus deel de gram door 10, krijg je 1 decigram. Ja, kun je nog eens delen door 10, krijg je 1 centigram. Dus 1 tiende is 1 centigram. De laatste kun je nog eens delen door 10, dan krijg je 1 milligram. Dus 1 milligram. Dus je krijgt gram. Decigram is TG, centigram is CG en milligram is MG. Dat zijn dus ook massa's, ton enzovoort. Ja, onthoud 1 kilogram, hectogram, decagram, decagram, gram. Hier de gram en gram, decigram, centigram enzovoort. Milligram. Nu, je kunt ook meegaan. We gaan het niet allemaal schrijven. Als je 1000 kilogram neemt, ja, heb je dus 1000 kilogram. En 1000 kilogram wordt ook dikwijls genoteerd als zijnde 1 ton. Ja, je hebt dus als hoogtewaarde 1 ton, dan heb je kilogram, dan heb je hectogram, decagram, houd je gram, en van gram ga je naar decigram, centigram, milligram. Denk wel naar dat.